tegen Lucia. Hoi. Hoi. Waarom heb je de NLP Practitioner gedaan? Waarom heb ik de NLP Practitioner gedaan? Nou, dat is echt omdat ik eigenlijk beter wilde leren communiceren naar anderen toe, maar ook vooral met mezelf. Ik wilde eigenlijk een stukje zelfontwikkeling doormaken en dat is echt gelukt. En waarom juist bij NTNLP in Limmen? In contact gekomen door een boek van Marco van Basten, waarin hij schreef dat Bouke hem begeleid had. En via een podcast naar hem toe gemaild en zijn boek ontvangen met een hele mooie pagina erin beschreven. En toen heb ik dat gelezen en toen dacht ik, ja, ik ga dat daar doen. Dat voelde helemaal goed. Wie zou je deze training nog meer gunnen? Eigenlijk gun ik deze training iedereen. Iedereen die... Je hoeft geen probleem te hebben wat groot is, maar het brengt je zoveel aan zelfontwikkeling. En dat gun ik iedereen. Dankjewel.